Staatsbon bestaat bij ons in België sinds de jaren 80, eind jaren 80, begin de jaren 90. Wij hebben eigenlijk een schuld die we moeten financieren. Daar gaan we heel vaak naar de internationale financiële markten voor. Maar af en toe doen we dat ook of geven ook een staatsbon uit waar we eigenlijk het geld gaan ontlenen bij onze eigen burgers. Okay. En dat is via die staatsbon. En hoeveel rente krijg je daarop als je zo'n staatsbon... Wel, vandaag is dat een rente van 3,3% bruto. En na het aftrekken van de roerende voorheffing, belasting, is dat nog 2,81%. Een veel hoger rendement dan wat heel veel mensen, kleine spaarders, vandaag op de markt krijgen. Heeft u ze zelf ook? Ik heb er zelf ook op ingetekend. Echt waar, ja? Oh. Ja, uiteraard. Ja. Ik vertrouw het. Uiteraard, ja. Waarom zou het niet mogen? Hij is elke burger. Voor kennis, u wist dat ze eraan kwamen. Ik denk dat... We hebben het al aangekondigd begin juli. Iedereen wist het. Men wist het dus dat het zou komen. Ja. De rente hebben we natuurlijk pas vorige week kunnen vastleggen. Omdat er natuurlijk ook wat kijkt naar wat de rente is die op de internationale markt betaald wordt. Je kunt als burger geld wegzetten bij de overheid. Als je het een jaar daar laat staan, krijg je 2,8% rente. Wel, de staatsbon is eigenlijk iets dat normaal gezien op een langere periode werkt. Hè. Dus 3 jaar, 5 jaar, 8 jaar, 10 jaar. Ja. En wij hebben nu eigenlijk de mogelijkheid gecreëerd om dat eens te doen, om dat te hebben op 1 jaar. Omdat in België bestaat er... is het systeem zo bij de spaarrekeningen dat je een basisrente krijgt en een getrouwheidspremie. En die getrouwheidspremie die krijg je pas na 1 jaar. En dus we hebben eigenlijk gezegd van kijk, in plaats van te gaan voor die getrouwheidspremie, die vandaag ook veel te laag is, willen we eigenlijk een ander product, een gelijkaardig product in de markt zetten, de staatsbon op 1 jaar, met dan het rendement die gekend is. Ja, prachtig woord, getrouwheidslening, mooi. Premie. Hoe loopt het een beetje? Is er belangstelling voor? Het is ongelooflijk. We hadden dat eigenlijk niet verwacht, maar we zitten nu aan het bedrag dat ingetekend is vanmiddag was 12,24 miljard, wat eigenlijk fenomenaal is. Belgische spaarders hebben voor 12 miljard aan deze bonnen gekocht. Ja. Kunnen wij ze ook kopen? Wel, het is mogelijk. Er is vrij verkeer van kapitaal in Europa, dus het is inderdaad mogelijk. Maar het systeem maakt het niet zo moeilijk, want er is wat technisch is het niet zo eenvoudig om als buitenlander in te tekenen. Je moet dan eigenlijk best... Ja, dat kan zeker, maar dan ga je best bij een Belgische bank langs om daar dan in te tekenen.